Hey Janus, knappe tweede tijd vandaag. Dik tevreden, hoewel je toch weer iets verloren in het allerlaatste stukje. Ja, bladveren kapot. En daar kwamen wij 50 kilometer voor het einde achter. Nee, volgens mij 80 of zo. Dus even rustig, moest je echt rustig aan doen. Daar, ik zei altijd, anders liggen dadelijk die blad, ligt dadelijk je as, blijft in de duinen achter. Dan finish je echt niet meer. Dus ik heb maar even geluisterd. En hij zei, laat ze maar inhalen, laat ze maar inhalen. Want ja, je hebt me niet fysiek ingehaald, maar qua tijd. Dus nee, ik ben kei blij mee, joh. En ik vind het kei mooi dat Mitchell. Ik heb onderweg zelfs ook zitten denken, oh, ik gun die jongen zo, die ligt nou twee uur achter. Ik zou nu bijna op de rem gaan dat hij een etappe overwint. Langskomen. Ja. Nee, ik heb zelfs nooit een etappe gewonnen, nou, dus dat is wel jammer. Nee, ik maak me echt vandaag maakt echt niks uit. Nee, maar goed, als je zo door blijft gaan, dan gaan die kansen op een etappe zeker komen. Ja, maar des, ik wil een klassementje nou eventjes. En ik denk dat we daar vandaag echt wel weer een goede stap in hebben gezet. Half uur of 26 minuten op Loprecht gepakt, 10 minuten op Martin. En ik denk, als het een beetje heel blijft, dan komt er nog wel een vervolg op. Dag tot dag, hè? Ja, zo is het. We hebben nog dagen genoeg.